Judith, allereerst gefeliciteerd. Waar moeten we vandaag beginnen überhaupt? Ja, dat is een hele goede vraag. De dag begon al zo mooi met zoveel sporters die aanwezig waren. Een hele goede atmosfeer. Dus ik denk dat je daar mee mag beginnen. Want daar begint het bij. Een groot groepsgevoel binnen het team, maar ook daarbuiten. En de hele stad leeft mee. En dat is heel mooi om te zien. Ja, want ik hoorde de stadionspeaker, 14.000 kaarten. Ik denk dat het merendeel van de selectie dat nog niet had meegemaakt, of wel? Nee, ik denk een heel groot deel helemaal niet. We hebben een paar ervaren speelsters, maar de rest had misschien nog niet eens in de Eredivisie gespeeld. Of überhaupt voor zoveel man. Zelf heb ik denk ik voor 500 man gestaan, maar nee, dit is echt heel wat anders. Ja. Vandaag natuurlijk jullie debuut in de Eredivisie voor FC Utrecht. Dat geldt voor jullie allemaal. Hoe vind je dat jullie je hebben gepresenteerd aan het Eredivisie publiek? Ik denk heel goed. We tonen gelijk lef en gelijk strijd. En dat was terug te zien in het veld en daarbuiten. En we hebben ons gewoon goed neergezet vanaf het begin. Dat dwing je ook af met 2 goals. En dan kom je onnodig op achterstand. Maar ik denk dat we echt met heel veel lef en strijd een goede uitstraling hadden vandaag. Ja, want een beetje tegen de verhouding in komen jullie op 2-0 voorsprong. Die geven jullie dan meteen weer weg. Kan je mij eens meenemen in wat voor gevoel je dan krijgt in zo'n wedstrijd? Want er was eigenlijk geen pijl op te trekken, toch? Nee, dat was inderdaad heel lastig. Het begin is echt aftasten. Dat merk je aan iedereen, aan het veld, maar ook aan de spelers zelf. We kwamen niet in onze kracht, waardoor we heel veel lange ballen gingen spelen. De tegenstander deed dat ook, waardoor er niet echt werd gevoetbald. Gelukkig kwamen we zeg maar wel op voorsprong en dwingen nog ook nog die 2-0 af. Het is gewoon jammer dat je voor de rust gewoon nog nog een tegengoal krijgt. Maar de tweede helft hebben we het heel goed opgepakt en meer wezen voetballen. Dus ja, daar kwam het wel weer in terug. Kan je me dan nog heel even meenemen in dat moment hoe je naar deze wedstrijd toeleeft? Want ik kan me voorstellen dat het voor jullie allemaal niet gebruikelijk is om hier in die catacomben te staan en buiten het publiek te horen. Hoe zenuwachtig was je? Ja, ik ben niet zo zenuwpees gelukkig, dus eerder een ijskordijn. En ik heb zo genoten van de atmosfeer, van de mensen. Ik heb proberen die rust mee te nemen in het team. Ik merkte wel dat veel gespannen kopjes waren en dat er... heel veel nieuws op iedereen afkwam, maar des te mooier dat je zo kan eindigen. Ja. Tot slot, smaakt de Galgenwaard naar meer? Ja, zeker, zeker. Als je zo'n mooie wedstrijd kan neerzetten op de mat en ook nog gewint met zulke cijfers, dan is dat zeker voor herhaling vatbaar. Ja.